In one sense, people are looking out for something that's peaceful, aren't they, in life? People might go in for meditation, people will go for walks in the fresh air. We're so busy and everything's so expensive in life that we're having to work so hard to pay the bills and to manage to get from day to day that sometimes we forget the time to reflect, breathe some fresh air and take stock of life. Deze cantate is een echte pastorale cantate, zou je bijna zeggen. Een herderskantate. Het gaat niet over een herder, het gaat over veel meer. Hoe barmhartig God is, hoe goed hij voor zijn schapen zorgt. Hoe een goede herder hij is. Nou ja, en dan als een schilder gaat Bach dan schilderen. Dus hij maakt met zijn toonsoorten, met zijn muziek, met zijn structuren, maakt hij dan arcadische landschappen waarin je een herder waant die zijn schaapjes naar de mooie bestemming leidt. Arcadië, dat is een naam die komt al uit de klassieke oudheid. Een ideaal landschap, een ideale wereld waar alles prachtig is, waar de natuur nog niet vervuild is, waar mensen alleen maar gelukkig zijn. En dat blijft ook in de loop van de geschiedenis blijft dat een beeld van een bijna een droomwereld. En dat is het in de 17e, 18e eeuw met bij uitstek schilders die gaan dat soort landschappen schilderen. Het komt in de muziek terug met pastorale muziek. Zelfs in de gebruiksvoorwerpen. Ik heb hier een bordje uit Delft, 18e eeuw. En dan zie je niet helemaal een herder en een herderinnetje. Daarvoor zijn ze al te geciviliseerd. Maar het is buiten in een vredig landschap met een, niet een herder, maar wel een man die hobo speelt. Dat is ook een instrument wat typisch met die droomwereld verbonden wordt. Herders spelen op doedelzakken en op schalmeien. En dat is dan in de 18e eeuw wordt dat vertaald naar de hobo's natuurlijk. Maar ook herders en herderinnen zingen altijd hele mooie melodieën die ook heel vaak in G groot staan. En, dus dat wordt een hele wereld ook in de muziek die onmiddellijk iedereen associeert met pastorale elementen. So musically, Bach, he provides often a low pedal note in the bass with a moving triplet on top. I sometimes think of it as like a ski lift, which gets you to the top, still hoops round. 3-1-2, 3-1-2, 3-1-2. And that's this feeling of pastoral certainty of eternal life and someone being the shepherd looking after you. In deze cantata wordt ook gesproken dat het op aarde eigenlijk ook heel behoorlijk kan werken en dat je heel, heel tevreden en gelukkig kunt zijn. Maar zelfs dan is er het moment van het sterven, maar dat wordt dan niet de dood genoemd, maar dat wordt als een slaap gezien. Je schmeckt je Jesu Güte schon und hofft noch des Glaubens Lohn und hofft noch des Glaubens Lohn. La, da, da. And all these phrases which follow on need massive breaths. He's talking about the deep death sleep that you have. So there's an awful lot of that in the second section, where you think, my lungs are going to explode, but I mustn't show it. Because the minute you lose that feeling of dum, 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 then you've lost your congregation. So anyway, that's my problem to worry about, but I should try my very best for it to be a peaceful, slow death. Het is een tijdelijk moment waar je even doorheen moet om dan wakker te worden. Ja, in het hemelse Arcadië zou je bijna zeggen, ideale kan bijna niet. In zo'n landschap waarin alleen maar vrede is en waar iedereen gelukkig is, daar kun je een zekere hunkering naar hebben om daarin in te wonen. And the whole point of being something that's pastoral is that you've got a shepherd who's taking care of you. And Bach and Handel, you know, all those people were really expert at giving you a sense of, oh, we're safe in the shepherd's hands.